Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Coffee at Work en Intens Detachering en Dienstverlening. Viva España, welkom. Daar zijn we dan weer met een nieuwe NEC-update vanuit Spanje. Het regenachtige Spanje, want het is, dat merk ik ook wel, het waait. Het is niet het weer wat we een beetje gehoopt hadden. De komende week zullen wij hier ook zijn, want NEC is ook hier, het hotel achter ons. Daar zal NEC de komende week gaan verblijven. Ze komen pas vanmiddag aan, dus we zullen ze vandaag nog niet te spreken krijgen. Maar wij zijn wel eens eventjes wezen vragen hier in de buurt, ja. NEC, weten de mensen hier wel wie er komt? Welke voetbalclub? Wat NEC is? Kijk even mee. Do you know NEC? Nope. Do you know NEC? No. Nou, dat is dus nog niet. We moeten nog wat aan onze naam doen hier in Spanje. Nou, daar hebben we nog een week om daar in ieder geval aan te werken. Nog geen spelers vandaag dus, die komen later. Wij zullen morgen de eerste training mogen aanschouwen. Eerste 15 minuten, die zijn open. Daarna gaan ze besloten trainen. Maar er is morgen ook een persmoment. Daar zijn wij bij. Wat wordt er gezegd? Dat gaan wij in ieder geval morgen melden. Belangrijk nieuws zou er te melden zijn. En dan mogen we ook wat spelers in ieder geval interviewen. Tot zover deze update vanuit een regenachtig Spanje. Het wordt er niet beter op. Graag tot morgen. RN7 support NEC maatschappelijk.